Bij de bezoekers uit Hoornaar ontbreekt hoofdtrainer Gijs Zwaan vanwege droevige privéomstandigheden. En dat nadat hij te horen heeft gekregen van de clubleiding dat Stedoco na dit seizoen niet met hem door wil. Vanwege een gebrekkige wisselwerking tussen hem en de technische commissie. Apart verhaal. De ploeg die in het oranje speelt heeft 4 keer achter elkaar gewonnen. En hier is Frans Adelaar. Hij kijkt naar de club die hij vorig seizoen naar de derde divisie loodste, Stedoco. De oud-trainer van onder andere FC Utrecht en ADO. Noordwijk heeft de laatste 5 wedstrijden in winst omgezet. En is dus nog altijd ongeslagen na 17 wedstrijden. James met de actie. En Asjefai kan afdrukken. Maar dit geeft wel aan hoe moeilijk Noordwijk het heeft om in het ritme te komen gedurende de openingsfase. Het gaat niet vanzelf bij de lijstaanvoerder. Cor Lems neemt de honneurs waar bij Stedoco. De oud-speler van ADO. Smit met de lange bal. Van Wanrooy tegenover Rietveld. Die lijkt de bal over te nemen, maar schijnbedriegt. Van Wanrooy met de voorzet. Daar is Verheul en daar is de 0-1. Fantastische volley. En de linkerspits van Stedoco opent te scoren halverwege de eerste helft. Wat een lekkere uithaal. Mike van Vliet heeft geen schijn van kans. De doelman die voor de 2e week op rij onder de lat staat. Omdat Roy Rondeltap nog steeds niet helemaal fit is. Hier kon hij helemaal niets aan doen. Noordwijk met Van Staveren. Die probeert het voortouw te nemen waar kan. Daar is Westdijk. Daar is niet de gelijkmaker. De topscorer van Noordwijk blijft steken op 13 goals. En op 49 in 2,5 jaar namens Noordwijk. Kees Zethoff ziet het allemaal gelaten aan. Terwijl zijn ploeg wel aanstalten maakt om het doel onder vuur te nemen. Sterker nog, Denzel James knalt die bal tegen de kruising. Dit is dan niet het geluk van een wellicht aanstaand kampioen. Maar het ongeluk van de lijstaanvoerder. Denzel James, volgend seizoen te bewonderen bij Sparta. Halverwege weet Noordwijk dat er werk aan de winkel is. Westdijk, Van Staveren, slim gedaan. En dan uiteindelijk de poging van Asjefai die nergens toe leidt. Maar de dadendrang is er wel bij de thuisclub aan het begin van de tweede helft. Van Wanrooy, behendige buitenspeler, maar hij komt er niet doorheen. Dan kan Reinaars opruimen met beleid uiteraard. Wendt. Westdijk als verlengstuk nu richting Nick van Staveren. Andermaal vanaf het middenveld komend. Omdat daar de problemen liggen bij Noordwijk in de zieke boeg. Ook achterin overigens. En Westdijk stelt hier Smit daar nog op de proef. De goalie die een jaartje bij Noordwijk keepte. Dat was alweer in 2008-2009. En dat was geen doorslaand succes overigens. Nu is hij de vaste man bij Stedoco die het doel verdedigt. Wendt probeert zich er doorheen te pielen. Dan is er appel voor Hens. En dat zou dan een penalty moeten betekenen van Pinarci. Maar die kan hier toch niet echt heel veel aan doen. En zo vecht Noordwijk nog steeds tegen een achterstand. Verheul, ongelukkige aanname. Behalve die goal raakt hij eigenlijk geen bal goed. Valt op bij Vincent Verheul. James is er vandoor als een sneltrein. En dan mist hij net de goede richting met zijn schot. Noordwijk gaat het meer en meer proberen via de lucht. Dan is Reinaars de aangewezen man voor de hoge vrije trappen. Overvliet! Ook hij heeft pech. Want opnieuw lijkt de kruising tussen paal en lat een treffer te voorkomen. En dan vraag je je af of het nog wel goed gaat komen voor Noordwijk. Voorzet van Axel Wendt, een van de invallers. Op het hoofd van Brian Brucker die als een soort geïmproviseerde spits is gaan staan. Maar het mag niet baten en dus verliest Noordwijk voor het eerst sinds april vorig jaar. Een gevoel dat ze aan de Duinwetering bijna waren vergeten.